of niet. Miss Limburg internationaal. Dit jaar is niemand minder dan de Belgische Lotte Schutter. Lotte Schutter, Miss Limburg internationaal. Ik denk, Keandra, dat je daar een waardige opvolgster gevonden hebt. Bij de titel van Best Model. Best Model voor Nederland. Best Model Nederland is geworden Quinty. Beste model in België. Best model Belgium. Tatiana. Eerste boom op bij de hand, een waardeboom voor een fotoshoot. Een fotoshoot van Full Support and Service BVBA voor de Miss Nederlands Fotogeniek Limburg. Een fotoshoot met styling, met visagie ter waarde van €750. Dat is niet niks. En die gaat voor Nederland, Miss Fotogeniek, Laura. Is een prijs trouwens die niet door de ganse jury verkozen is, maar enkel door de fotografen, want zij moeten natuurlijk oordelen of iemand fotogeniek is of niet. Full Support Service BVBA, een cadeau ter waarde van €750. En dan heb ik hier nog zo'n bon liggen. Voor België natuurlijk. Miss Fotogeniek Belgisch Limburg. Mirte! Jurken natuurlijk ook van gala mode. En dan zijn we toegekomen aan de titel van Miss Motivation. Dat is een titel eigenlijk die geschonken wordt door de organisatie voor een meisje die zich verdienstelijk heeft ingezet tijdens de ganse verkiezing. En voor Nederlands Limburg is dat geworden Cheyenne.
En ook in België is er zo'n meisje die zich verdienstelijk heeft ingezet tijdens de ganse verkiezing. En dat is niemand minder dan Kelsey. Een van die twee meisjes van de Miss Motivation, die heeft eigenlijk nog meer punten dan de andere. En er waren twee verschillende prijzen voor die Miss Motivation. Een van die pakketjes, dat was een pakket ter waarde van 300 euro met allerlei producten in. En de andere prijs, dat was een verblijf voor een week in een luxe appartement in Spanje. En als mijn papiertje niet ligt, dan gaat die prijs naar de Belgische Miss Kelsey. En dan, dames en heren, zijn we toegekomen aan de eredames. We hebben een tweede eredame, een eerste eredame en dan straks de Miss. En we beginnen bij de tweede eredame voor Miss Nederlands Limburg. De tweede eredame voor Miss Nederlands Limburg. De tweede eredame, Miss Nederlands Limburg. Julia. Miss Belgisch Limburg. Tweede eredame, Miss Belgisch Limburg. Jessica. Eerste eredame voor Miss Nederlands Limburg. Eerste eredame, Miss Nederlands Limburg. Siri! En dan gaan we nu naar de eerste eredame van Miss Belgisch Limburg. Eerste eredame, Miss Belgisch Limburg. En dat is geworden Hanne van de Perren. Eerste eredame, Miss Belgisch Limburg. En dan zijn we toegekomen bijna aan de Miss Belgisch Limburg en de Miss Nederlands Limburg. Maar daarvoor zijn er nog twee linten. Namelijk de linten van Miss Sympathie. Wie heeft zich nu als tofste, sympathiekste in heel de groep bewogen
Voor Nederland is dat Larissa. België was er zo'n sympathieke springend veld die eruit sprong en een toffe meid was in de groep. En die titel die gaat naar, voor België, Hanne Fransen. Le moment suprême, we zijn aangekomen aan de Miss Nederlands Limburg. En die krijgt een wellness cadeaubon ter waarde van €300 aangeboden door Wellness Kuik. Wie wordt Miss Nederlands Limburg? Daniela! En natuurlijk kreeg ze ook die mooie gala-jurk van Novo Wilco. Een exclusief juweel dat geschonken wordt door Essenzo. Ook nog een juweel set geschonken door Victoria Juwelen. Een starterspakket van acryl- en gelnagels geschonken door nagelstudio Stefanie Teunissen. Een behandeling geschonken door Body Design, Sugar Bear behandelingsproducten en nog veel meer. En dan zijn we toegekomen aan België. Wie wordt Miss Belgisch Limburg? Miss Belgisch Limburg, Lotte Schutter! Miss Belgisch Limburg, Lotte Schutter. Echt spannend. Mag ik vragen aan de twee missen, dus de Miss Belgisch Limburg en Miss Nederlands, om een klein beetje naar voren te komen? Want een van die twee dames wordt de Miss Limburg internationaal. Leandra staat ertussen. De Miss Limburg Internationaal krijgt ook nog een kledingsbon voor twee stukken van Fur Roses, geschonken door Essenzo. Ze mag daar helemaal zelf gaan kiezen wat ze wil. Ze krijgt ook nog eens een jeansbroek van Parame, ook geschonken door Essenzo. Hey Andra, jij hebt het kroontje klaar. Ik weet al naar welk land het kroontje gaat dit jaar. Jij nog niet? Miss Limburg internationaal dit jaar is niemand minder dan de Belgische Lotte Schutter. Lotte Schutter, Miss Limburg internationaal. Ik denk
Keandra dat je daar een waardige opvolgster gevonden hebt.